Eindelijk. Eindelijk is het zover. Het is vandaag vrijdag 30 oktober. Wat betekent dat Cozy centraal gaat staan op mijn kanaal? Goed, ik ga het even uitleggen onder het genot van een lekker warm kopje thee. Want dat is precies waar Cozy om draait. Heel november ga je elke dinsdag en vrijdag op mijn kanaal een video zien. Twee keer in de week dus. Het kan zijn dat het drie keer in de week is. Zo is volgende week ook drie keer in de week een video. Dus op dinsdag, donderdag en zondag is volgende week dan een video. Maar voor de rest is het elke dinsdag en vrijdag. Dus twee keer in de week een Cozy video. Wat houdt het in? Wat ga je doen? Vertel. Ik ga het vertellen. Dus ik zou zeggen, pak er ook een lekker kopje thee bij en dan ga ik het even vertellen. Voor de mensen die mij nog niet zo lang volgen, nou, ik ben Floor en ik ben een herfst- en winterpersoon. Heel erg. Ik hou van dit, precies dit. Kaarsjes, knus, gezellig, fijn voelen, daar hou ik van. Koud, regen, sneeuw, kom maar door, helemaal gezellig. Dus, ik volg al een tijdje Amerikaanse YouTubers, best wel veel. En die zijn echt heel erg van seizoenwisselingen en herfst en winter en janky candles en al die meuk. En ik hou daar echt gigantisch van. En ik dacht, goh, ik vind dat dus bij hun heel erg leuk om te zien. Waarom ga ik dat niet gewoon ook doen? Dus echt seizoensgebonden video's. En dat leek me helemaal leuk. Ik dacht, let's go for it. Wat je dus kan verwachten is dus, zijn dus cozy video's. En cozy staat dus eigenlijk ook voor gezellig, knus, warme video's. En daarom gaan de video's Cozy heten. Cozy is dus de benaming van de video's die ik ga opnemen. Eigenlijk heel erg simpel. En het vertelt dus eigenlijk al een heleboel. De video's zijn dus heel erg cozy en knus en warm en gezellig en herfstgerelateerd. In heel november. Dus heel november staat in het teken van Cozy. Dus die dinsdag en vrijdag kun jij een hele cozy video verwachten. Of een herfstgerelateerde video. Of gewoon een gezellige video. In ieder geval een video waar je echt gewoon een feel good gevoel bij krijgt en gewoon lekker knus op de bank kan bekijken met een theetje erbij. Dat is dus de bedoeling van Cozy op mijn kanaal, heel november. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik heb al alles uitgepland, alles staat al klaar om gefilmd te worden. Sommige dingen zijn al gefilmd. Als jullie dit zien is echt al een heleboel gefilmd. En ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Mocht jij net zo'n herfstpersoon zijn als ik en een winterpersoon, dan is dit zeker wat voor jou. Dus abonneer dan zeker op mijn kanaal om deze video's niet te gaan missen. En doe een like, een duimpje omhoog om te laten weten of je dit leuk vindt of niet. Ik vind het in ieder geval geweldig. Eigenlijk gaat er dus niet eens zo heel veel veranderen op mijn kanaal. Maar het gaat gewoon deze maand gaat het gewoon in het teken staan van knusse gezellige video's. En dat is het doel van deze maand van heel november. December komt er iets soortgelijks aan, maar dan heet het niet Cozy, maar iets anders. Maar dat ga ik nog announcen, dus dat zien jullie dan. Maar dat is ook helemaal leuk. Dus, deze maand Cozy. Nou, welke soort video's kun je een beetje verwachten? Denk aan morning routines, evening routines, mukbangs, shoplogs, hele grote, maar dan wel herfst en zo gerelateerd. Dus dat komt er allemaal aan. Dus, de word is out. Eindelijk, helemaal blij. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik. Of in ieder geval leuk gaan vinden als ik. Morgen komt dus de allereerste video gewoon al online. Want morgen is het Halloween. Dus er komt een Halloween gerelateerde video online. En daarna is het dus gewoon de dinsdag en de vrijdag. Maar zoals ik al zei, is het eerst volgende week nog dus die andere drie dagen. Dat ik dan drie video's heb. Maar daarna gewoon twee keer in de week. Dus op dinsdag en vrijdag. En het gaat dus tot en met vrijdag 27 november. Want 1 december komt er een ander soort thema. Dus dat zien jullie dan. Ik hoop dat jullie net zoveel zin in hebben als ik. En dat jullie de warme knusse video's ook lekker gaan vinden. En dat je in ieder geval na het kijken denkt, top, dit had ik nodig. Feel good, helemaal leuk. Dus dat is het plan. Ik heb er zin in, ik vind het leuk. En ik hoop jullie ook. Dus dat was deze announcement, korte announcement video. En ja, ik zie jullie tot morgen.